Nou, leuk dat je kijkt naar deze video. Ik heb dit jaar een video van dat je er jaren over zegt. Ik zeg alvast, heel veel kijkplezier naar deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vinden. En dan gaan we nu beginnen. Let's go! Oh! Oh, yo! Check dit! Oh, vandaar. Maar dan gaan we richting de garage. Dus dat gaan we dan. Papa, wat ben je aan het doen? Doorgegaan. Vanwege privéreden. Laten we daarop houden. Er is middernacht bij mij, na middernacht, s'nachts, is een bot iets neergezet met Martijn. Jullie zien nu die foto. Nu, ja. Maar dat is gewoon... ja, raar. Die gaan nu ook... Even dichterbij kijken, mensen, maar daar is dus brand. Dan gaan we even kijken wat er aan de hand is en dan zien jullie zo wel. Gewoon brand, gewoon wat. Dan gaan we even kijken. Kijk eens, dames en heren, hele brand. En wat is het eigenlijk? Het benzinestation staat in de brand. Zo, niet normaal hoor. Helemaal van wat ik twee naar hier gefietst voor dit. Nou, dan heb ik al mijn vrouw ook in het raam erin gedaan, dan moet je eruit om hoor. Ja. En als het begint. Ja, dan moet ik wel denk ik wel iets voor. Ken je die film? Ja, ik heb wel eens gezien man. Ja? Nou ja, het is gratis mensen, dus ja, behalve, ja, je moet stoelen, je moet huren. Zo ik al kan gehuurd worden, maar ja. Dat is 2 euro, maar ja. Dat is wat duur wordt, 2 euro. En we lekker drinken toch? Hard drinken, fix en shit. Dat jullie allemaal kleine kinderen bang maken. Zielig zijn jullie. Echt heel zielig vind ik. Echt. Echt heel bijzonder. De busreis gaat fout. Kunnen we noemen. Of niet Ali. Busrijden gaat fout niet. Ja, gaat heel fout. En zo'n knol zag ik eerst als echt toppen gozer. Aan de ene kant vind ik het nog een heel klein beetje, maar ik weet, ik kan er niet mee bemoeien. Ik vind ook dat ik niet mee bemoeien, maar ik wil er gewoon even ook gewoon mening. To fight alone, 'cause sometimes we just don't know. Laten we nu weer doen. Ja, toch, dat moet wel gebeuren. Kijk dan hoe het eruit ziet. Normaal. Meestal kam ik altijd zo. Nou, Sander die is nu vlogger en Demi en Dylan en die is gewoon gek. Die gozer zit gewoon handtekeningen te zetten hier, oh. Ik ben grote fan hoor. geef ik nu de camera aan mijn vader. Dat is wel leuk hoor. Gaat er maar in. Ja, wat not. Ik film niet. Dan. Daar moet hij wel aan doen. Ja, hij zet hem aan. Wacht even hoor. Ja. Loopt hij al? Ja, al lang. Ja, aftellen. Tel eens af. 1, 2, 3. Mijn benen gesprekken en dan hoog klimmen. Zo. Ja, ook kan ook. Oh, ik word vies man, ik word vies. Oké, wie wil nou dat komen voor een shirt? Ik ga het! Nee, ik zeg zo. Een meisje is 2 keer X en een jongen is XY. Oké, dus. Jij hebt XY. XY, maar bij mij is X gebroken? De I. Oh, de I is gebroken. Ja, iPhone. Nogmaals, echt dood. Zo gek dit man, ik zei. Die dagen van potje met zelf. Nou, dit is heel slecht geregeld van de NS. Ze hebben aangegeven bij het station, tenminste ze melden via spraak iets van dat er over 20 uur geen treinen rijden. Nou. Sorry, we zitten gewoon vast. Achter ook. Je kan niet meer naar achter toe, of wel? Nee. We kunnen niet meer naar achter. Zeg nog eens. Ja, nou, oké, ruim geen joh. We zitten al aan het doen, man. Piet, dat kun je niet maken. Ik sta ook een zoekje hebben, hè? Ik kan ook voeren. Ik begrijp mijn kinderen, hoor. What the fuck, wat is hier gebeurd? Hij is helemaal kapot. Oh, dit gaat mijn vader niet leuk vinden, man. Kijk, dat lukt, hè? Hoop het wel. Wow. Wat bedoel ik? Dat zei ik, hè? Ja, dat wel. Leuk zit. Het zijn ook spelletjes. Kom op. Ook niet, ja. Nee, maar nog alle laatste shirtjes natuurlijk. What the fuck? Ineens gaat het bij de Aldi gaat de alarm af. Wie ik nu tegenkom mensen, jullie kennen me vast wel. Ja, met, via tv. Juist. Heel vaak. En bij Eklon-Nedai. Hallo! En wat had je verwacht dat je zo snel finale zou halen of dan niet? Nee. Nee? Nee. Vond je het bijzonder zelf? Ik vond het leuk. Ja? Ja? Kregen we echt veel emotie zeker? Ja, dat wel ja. Ja, dan vertel het maar even een beetje voor dan mensen hier zo. Oh, vertellen dan. Ja, wie je bent natuurlijk ja. Ik ben Nick. Ik ben 18 jaar en ik ben zanger. Huh? Zwanger. Ja, ja dat ken ook. Wauw, goeie. Maar als je zelf de gedachte van ja, ik ga u meedoen, of dan niet? Jawel, aan mijn eigen, ja. Ja? Ja, ja steun van jou dus natuurlijk, denk ik. Ja. Wie nog meer? Mensen die vaak luisteren of zo. Ja, ook. Van alles. Super ja. Wel leuk dat je tegenkomt, jongen. Echt waar. Ik wou je ook een keer natuurlijk een soort van interview doen met hem natuurlijk. Nou, vonden jullie deze video in ieder geval leuk? Vergeet dan, doe dan sowieso een blauw duimpje omhoog. Vergeet natuurlijk ook niet hier beneden te abonneren. En dan wens ik jullie allemaal heel veel geluk en gezond 2017. Dan zeg ik, later.